Hier is weer RRR Gaming NL met FIFA 13 en ik ga een potje Nederland tegen Spanje spelen. Snijder heeft de bal. Best, die voorspannend. Bij biljarten zeggen we dan, die bal is heel dunnetjes geraakt. Ja, had hem voor moeten raken, heeft het goed gezien. Sergio Ramos. Xavi. En ze zijn het balbezit kwijt. En nu kunnen ze counteren. Dan betekent het einde van deze counter. Houdt die bal bezit. Hij gaat voor een sliding. Silva. Nu hebben ze de kans. Persie. Nou heeft deze speler geen ruimte om te schieten van de misleider. Ja, en de 1-0 van Robin van Persie. Deze speler heeft overzicht en beschikt over een prachtige paas. Hij is echt van grote waarde voor de ploeg. Het is Robin. Sergio Busquets. Van der Vaart. We zien of ze nu kunnen gaan. De bedoeling was een paas, maar naar wie? De bal gaat over de zijlijn. Iniesta. Huntelaar wil de bal pakken. Hij zet dan aan doorspelen. Geeft die voorzet. Hier is nu. Ineens genomen. Hij gaat er niet in. Slecht afgewerkt, man. Ja, slecht afgemaakt. Ja, die bal die was wel geweldig, hoor. Zeker een doelpunt voorkomt. Gevaarlijk hoor, deze ingooi. Van der Vaart. Die paas is goed. Tot gevaar blijft. Goed opgesteld door de verdediger. Dikten door met een hakje. Xavi. Beetje af hoor. Silva. Dat was dus de eerste helft en Nederland gaat voor met 1-0 tegen Spanje. De bal is alweer terwijl sommige fans nog een plaatje zoeken in de Amsterdam. Sergio Busquets. Ja, Rafael van der Vaart maakt nu de 2-0 bij Nederland. Hij is gevaarlijk in en rond de strafgebied. Bal nu in handen van de tegenstander. Goeie oude kans hier. De sfeer hier in het stadion is uitstekend vandaag, Juri. De spelers worden enorm aangemoedigd. En ze lijken er ook echt beter van te worden. Ja, en dat moet je eerlijk zeggen, dat geeft ook een enorme steun. En als ze zo als een blok achter je staan. De bal gaat achter, geen corner, doe dat. Ze stonden achter en zo'n wedstrijd duurt natuurlijk niet eindeloos. Logisch dus dat de coach kiest voor een wissel en voor een andere tactiek. Xavi. Gabriel. De zijde gebruikt. Wat een controle. Xavi. Silva. Goed gezien. David Riam op zijn man af. Lens. Persie. Speelt hij de bal af of gaat hij alleen door? Nou, we laten ze man lopen. Ja. De voorzet van de schep. De verdediger zat er goed bij. Rodriguez. Zo doe je dat. Aanval op de tegenbeeld. Ja, en de derde goal van Lens. Ja, dat was dus het einde van de wedstrijd. En het is 3-0 geworden voor Nederland-Spanje. En dit was de RRR Gaming NL. En abonneer ons. En dan komt daar elke dag weer een nieuw filmpje op. En dit was FIFA 13 met Nederland-Spanje.